Goedemiddag, ik ben Diewertje de Nichter en ik ben adviseur erfgoededucatie bij Erfgoed Brabant. En ik ben ook coach in de cultuurloper. Doe ik het zo goed? Nee? Ja. Coach dus. Maar ik heb een dubbelrol gehad. Ik was niet alleen coach, ik was ook deskundige op het gebied van erfgoed, erfgoededucatie. En ik was dus ook betrokken als trainer bij de scholen. Een aantal scholen hebben gekozen voor specifiek voor erfgoed, om daar de focus op te leggen. Zij wilden bijvoorbeeld een erfgoedweek, alles in één week vormgeven. Of zij wilden een doorlopende leerlijn erfgoededucatie. Of zij wilden erfgoed gekoppeld aan de lesmethode die zij al gebruikten. Nou, daar gingen we mee aan de slag. En omdat wij en coach en trainer waren op die school, kwamen we daar dus heel vaak. En dat was heel leuk. Want we bouwden echt een heel goed band op met het team. We leerden ze echt kennen. Maar het was ook heel goed, omdat we daar dus heel regelmatig waren, ook heel goed onze trainingen konden bijschaven en echt konden inspelen op hun wensen en hun behoeften van het team. En op die manier konden we dus heel goed het traject, dus de cultuurloper, naadloos in elkaar overdragen met het erfgoed, met de inhoud. De trainingen gingen vooral over wat is erfgoed en hoe kan ik mijn omgeving gebruiken. Dus wat is er in mijn omgeving op het gebied van erfgoed en hoe kan ik dat gebruiken. En ook hoe maak ik dan goede erfgoedlessen en met wie kan ik dan een samenwerking aangaan. Voor ons was het een heel erg leuk traject ook, omdat wij ook anders zijn gaan denken. De intermediair gaf het ook al aan. Voor ons was het ook een heel andere rol als coach in plaats van als aanbieder. En wij zijn ook een samenwerking aangegaan met een externe partij. Wat onze ogen geopend heeft en ons een hele andere manier van werken heeft gebracht. Samen met Nancy Zwanen van SNENS. Zij heeft haar bedrijf op het gebied van kunst, educatie en creativiteit. Heeft zij aan onze trainingen een heel speelse en creatieve werkvorm toegevoegd. En dat resultaat was direct zichtbaar bij leerkrachten. Dat was heel leuk om te zien. Ik wil jullie zo meteen wat laten zien van een van de resultaten van 4 jaar werk. En waar wij, nou ja, waar ons vuurtje van is aangewakkerd. En dus ook bij die leerlingen via de leerkrachten. Op een school die we begeleid hebben in Oosterhout. Ze hebben een erfgoedweek vormgegeven. 2 weken geleden mochten wij de eindresultaten gaan bekijken. En als wij zo'n leerling dan horen praten over haar persoonlijke erfgoed, worden wij heel erg blij. Zij heeft een doos en er zitten allemaal poppen in. En daar staat op oude spullen en dan poppen opgeschreven. Dat is helemaal met touw en toen was ze 15 jaar en dat heeft ze helemaal in eentje gemaakt. Dat is knap. Ja. Omdat ze namelijk heel leuk vindt om het te bewaren, want ze heeft namelijk zelf ook het helemaal zelf gedaan. Dat ik er heel zuinig op ben, want ze is er zelf ook heel zuinig op. En dat mijn 2 zusjes er niet bij kunnen. En als ze net zo oud zijn als jij? Dan denk ik dat ze er wel zuinig op zijn. En vertel je dan voor wie die is? Ja.